Het is accepteerd. Hij trekt, je maakt er wat verder over de morgen. Hebben ze jou verkocht? Ja, mijn hebben ze ook mee verkocht. Ik krijg zo'n sticker op mijn voorhoofd. Nou, kijk aan. Godsvermogen kost die. En godsvermogen kost die. Dus. Nou, kijk aan. Oké. Tas is weer gevuld, zie ik wel. Nou, de bus is gevuld. Nou, wat heb je allemaal in de aanbieding? Zat zie ik wel. Weinig tupperware. Ja, er is nou een run op zeker, denk ik, van lieverlee, omdat het verstopt is. Nee, mensen houden denk zelf ook. Ja, ik denk het, hè. Oh, nou, dan neem ik wel bij z'n. Jij bent van de catering? Ja. Ja, die moeten er ook zijn, hè? Die moeten er ook zijn. Die zijn er ook, hè? Ja. Een droomtrommeltje om mee te nemen naar je werk, zegt hij. Oké. Wat groot is het? Ik heb een het is de koop, mevrouw? Ja. Janneke? Janneke, ja, ik luister er allebei, hoor. Okay. Nou, kijk, ik vond het zo mooi. Oh. Thuis heb ik nog een andere en dan ga ik er ook in leven volgend jaar. Ja? De lippenstift zit er nog op van die andere vrouw. Nou, dat zal wel meevallen, denk ik. Nou, het is allemaal schoon spul, hè? Oh, jee. Okay. Dus gaat eruit. Druk uit. Ja, zeer zeker. We zijn hartstikke verheugd dat er weer zoveel mensen ons erom wat weten te vinden. Die we eigenlijk met heel veel vrijwilligers deze week weer op hebben gezet. En daar wil ik toch wel even mijn lof voor uitspreken. Nou, het is geweldig hoe jullie het hier met z'n allen doen, hoor. Ja, dat kan je wel stellen. Ja, elke dag 20 vrijwilligers en vandaag zijn er 40 in de weer. En heel veel mensen die ons weer weten te vinden. En vanmiddag tot 3:30? Vanmiddag tot 3:30 en morgen vanaf 10:00 tot 3:30. En dan zit het er weer op. En dan gaan we ons weer opmaken voor de kerstmarkt op 11 december. En fijn dat het allemaal nu weer kan. Ja, daar zijn we heel erg blij mee. Want de opslagplaatsen zaten bom en bom vol. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, dankjewel. Alsjeblieft.